Met de meldkamer ambulancezorg, wat is het adres van het noodgeval? Voor mensen in een levensbedreigende situatie telt elke seconde. Je wilt dus dat ambulances zo snel mogelijk op locatie zijn. Een ambulance moet officieel binnen een kwartier ter plaatse zijn als er een melding binnenkomt. Maar dat lukt helaas lang niet altijd. Hoe zorg je ervoor dat die ambulance wel op tijd komt? Ik ben Sanjay Bhulai, hoogleraar wiskunde. En hier in de werkplaats ga ik je laten zien hoe je met wiskunde ambulances slimmer en daarmee sneller kunt laten rijden. Stel, je werkt in de meldkamer. Een ongeval tussen Lelystad en Almere. Wat doe je? Je intuïtie zegt waarschijnlijk, ik stuur de dichtstbijzijnde ambulance. Deze in Lelystad bijvoorbeeld. Die rijdt hier naartoe. Maar dan komt er nog een melding binnen in Lelystad. Hier. Nu moet de ambulance vanuit Almere daarheen. En die haalt dat niet in 15 minuten. Maar niet alleen de afstand doet ertoe. We houden ook rekening met weersomstandigheden, drukte op de weg of dat de ambulance met sirene aan of uitrijdt. De dichtstbijzijnde ambulance is dus in de praktijk niet altijd het beste om te sturen. Je moet ook vooruitdenken, anders kom je later in de problemen. Hoe zorg je nou dat die ambulance altijd binnen 15 minuten op de stoep staat? Het mooiste zou natuurlijk zijn als op elke hoek van de straat een ambulance staat. Dat kan wel, maar dat is ook ontzettend duur. Daarom hebben wij gekeken hoe je de dekking van ambulances die er zijn optimaal kan maken. Daarvoor verzamelden we data van oude incidenten. Tijdens het spitsuur heb je bijvoorbeeld meer auto-ongelukken dan normaal. En op warme dagen hebben ouderen meer last van kwaaltjes. Daar kun je allemaal rekening mee houden. We hebben al die ambulancemeldingen geanalyseerd in heel Flevoland. En de provincie opgedeeld in allemaal kleine vakjes. Daardoor kunnen we per vakje uitrekenen hoe groot de kans is dat in dat gebied een ongeluk gebeurt. En zo kun je snel zien waar de risicogebieden zitten. We noemen dit een heatmap. En het wordt nog mooier, we kunnen dit per half uur van de dag zien. Wat je nu hier ziet liggen is typisch de situatie in de avond. Dan is er minder verkeer op de weg en dan zie je dat relatief de meeste ongelukken in de steden plaatsvinden. Maar in de ochtendspits zijn er relatief meer ongelukken op wegen naar werk toe. Denk dus bijvoorbeeld aan de weg van Almere naar Amsterdam. Daardoor kunnen we redelijk goed inschatten waar ongelukken gaan gebeuren. En daardoor weet je dus ook waar je je ambulances klaar moet zetten. Gemiddeld genomen doet de computer met slimme wiskundige software dat veel beter dan je intuïtie. Dat noemen we ook een algoritme. Alleen, zodra er een ongeluk gebeurt, dan klopt je dekking niet meer helemaal. Als er een ongeluk gebeurt in Lelystad, dan valt de ambulance daar weg. Gebeurt er dan nog een ongeluk in Lelystad, dan haalt niemand het meer binnen een kwartier. En zo kwamen we op het idee om ambulances alvast te laten rijden voordat er een 112-melding binnenkomt. En nu wordt het echt ingewikkeld. Want waar ga je die ambulance dan naartoe laten rijden? Als we kijken naar deze ambulance, dat kan natuurlijk hier, dat kan daar, dat kan daar. En wat doe je met de andere ambulances? Met twee ambulances die je elk naar 10 plekken kan laten rijden, heb je al snel 100 mogelijkheden. Met drie ambulances is het al snel 1000 mogelijkheden. En soms is het handiger om niet één ambulance te verplaatsen, maar een hele ketting aan ambulances door te schuiven. Stel nu eens dat er twee ongelukken plaatsvinden in Dronten. Dan is de ambulance in Dronten bezet. De ambulance vanuit Lelystad kan naar Dronten toe rijden, maar dan is Lelystad onbedekt. Dus dan kan de ambulance vanuit Almere doorschuiven richting Lelystad om Lelystad te bedekken. Maar daar is Almere weer minder goed bedekt en daardoor kan de ambulance uit Zeewolde dichterbij schuiven. Je begrijpt dat het aantal mogelijkheden al heel snel veel meer is dan je als mens kan bedenken. Het algoritme dat we gebouwd hebben, kan razendsnel op een slimme manier al deze opties tegen elkaar afwegen en de ambulance op het juiste pad sturen. Zo ligt het misschien voor de hand om via de snelweg te gaan, omdat je dan zo snel mogelijk op locatie bent. Maar op de snelweg kun je natuurlijk niet keren, mocht je toch nog de andere kant op moeten. Dat soort afwegingen worden meegenomen in het algoritme. We hebben dit ook echt getest in de provincie Flevoland. En daar zag je dat als je het algoritme gewoon zijn gang liet gaan, dat deze de hele tijd van ambulances vroeg om zich te verplaatsen. Om te voorkomen dat de wagens alleen maar rondrijden, gaven we voor elke verplaatsing het algoritme een soort van boete. Zo zie je dat vooral de eerste paar verplaatsingen die je doet al heel veel tijdwinst opleveren. Door slechts 20% te laten bewegen, daalt het aantal laatkomers al met 80%. Door die boete gaat het algoritme vooral verplaatsingen doen die het meest efficiënt zijn. En met een klein aantal verplaatsingen van ambulances kun je dus al heel veel winst halen. De algoritmes die we ontwikkeld hebben,
hebben ook echt de aanrijdtijden van ambulances verbeterd. We zijn er dus echt in geslaagd om ambulances slimmer te maken met wiskunde. Wees dus niet bang voor algoritmes. Ze kunnen de mensen in de meldkamer goed helpen. Het gebruik van data uit het verleden kan het verschil maken tussen leven en dood. Ik ben Joel Stoffers, hoogleraar en lector employability. En in de volgende aflevering praat ik je bij over het personeelstekort en hoe dat jou raakt.